hebben altijd graag gespeeld en liefst voor het publiek en liefst voor het publiek zonder maskers. Iedereen kijkt daar naar uit dat dat weer kan zoals het voor corona kon. Wim Keizer is een Nederlandse journalist die voor de VPRO werkte. De man zijn werk heeft mij heel erg geholpen of gevormd. En nu heb ik dus fragmenten uit hun interviews genomen en vertaald en die voor mij als speler getaxeerd op hun musicaliteit. Iedereen spreekt anders. Andere ritmes, andere tempi. Nee, er wordt niet gezongen. Het is zo dat ik eigenlijk in de partituur de stem van Josse altijd ook heb genoteerd. Dus wij hebben dat samen ook wat uitgerekend, hè, hoe lang dat bepaalde passages duren. Sommige, afhankelijk van het interview dat Josse vertolkt, zijn er soms zaken die heel vrij snel gebeuren. Bijvoorbeeld bij Karel Appel is dat heel veel tekst op een korte tijd. Bij Coetzee is het tegenovergestelde. Voel je dat over ieder woord dat hij uitspreekt, er wordt enorm lang nagedacht en enorm lang wordt getwijfeld eigenlijk voordat hij iets zegt. Een paar uur. Ja, natuurlijk, ja. Maar ik heb ook geleerd dat het twijfelen een schone motor kan zijn. Hè. Het is niet altijd zo dat de zelfzekerheid de grootste motor is. Die moet er ook zijn om de scène op te stappen. Maar in het werkproces zelf is de twijfelen toch niet slecht. Dat voel je ook bij al die mensen die Keizer interviewt. Die komen daar ook vaak op terug. Zowel op het alleen zijn als op de twijfel. Dus het zit heel erg in hun denken en in hun gesprekken. Ja. Josse is een enorm muzikale acteur. Voelt muziek enorm goed aan en kan zich enorm goed inbedden in een muzikaal discours. En hij zoekt die dialoog op een heel natuurlijke manier op. Eén, ik hield van zijn muziek. Twee, en dat is nogal belangrijk als je samen theater maakt, is hij een wendbare componist? Is hij iemand die zijn werk niet per definitie heilig verklaart en dat daar niks meer mee kan? Dat is voor theater zeer onhandig. Dus met Frederik samenwerken is met Frederik bouwen aan een voorstelling. En voilà, dat is wat dat me heel erg aansprak. En bij deze voorstelling heeft hij alles uit de kast gehaald. Thank you.